Ab van der Laak, 18 jaar, schoolverlater. Solliciteerde 29 maal, stootte 30 keer zijn neus. Ab van der Laak heeft geen toekomst, zeggen ze. Maar Ab weet wel beter. In dit tijdperk van het spel is zelfs hij een uitblinker. Vanaf zijn vijfde jaar speelt Ab van der Laak boter, kaas en eieren. Op zijn tiende werd hij jeugdkampioen van Zuid-Holland. Op zijn zeventiende was Ab van der Laak nationaal kampioen boter, kaas en eieren in alle categorieën. En beheerste hij de meest geavanceerde systemen. Vorige week speelde Ab van der Laak boter, kaas en eieren in zaal Concordia te Juinen. Telefonisch werden zijn zetten doorgegeven naar het grootste computercentrum van de Verenigde Staten. Mens tegen machine. One. Hello Houston. The move of Ab van der Laak, Dutch tic-tac-toe champion, is one. It's numbered one, thank you. Your move, please. Hello, Houston. The next move is two. It's numbered two. Your move, please. Ab's laatste zet. Is het menselijk brein nog baas over zijn eigen uitvinding? Three. Houston still there? The third move of Ab van der Laak is three. I repeat, three is the number of the move. Yes! I won! Oh, I won! Houston, did you see that? Ab van der Laak did it again. Thank you. You won again. Ab van der Laak heeft geen toekomst, zeggen ze. Maar Ab weet wel beter. Volgend jaar wordt hij beroepsspeler. Want in deze tijd zit er brood in boter, kaas en eieren. Ze rijden allemaal tegen de. Ze doen Quantum rijdt tegen de. Die jongens van Panasonic. Probeer twee, drie keer weg te komen. Het is een kleine ploeg, weet je wel. Je hebt het zelf gezien.